Hallo BookTube, mijn naam is Makeda Daniels. Ik ben nieuw op BookTube, dus ik ga mezelf wat vragen stellen, zodat jullie me iets beter leren kennen. Nou, de eerste vraag is, waarom ben je deze BookTube-kanaal begonnen? Nou, mijn kanaal is niet nieuw. Ik ben het bijna 4 jaar geleden ben ik ermee begonnen. En in eerste instantie zou ik gaan vloggen over haar. Maar ik had het veel te druk en het is er nooit van gekomen. En aan de andere kant denk ik ook van, als je gepassioneerd bent over iets, dan doe je dat wel. Dus waarschijnlijk was ik er niet zo gepassioneerd over. Maar als het gaat om boeken, ik ben gek op boeken. Ik ben verslaafd aan boeken. Dus ik denk dat praten over boeken natuurlijker zal gaan dan over haar. Tweede vraag. Wanneer kwam je erachter dat je graag leest? Nou, ik was 6 jaar oud en ik woonde toen nog in Suriname. Ik ben geboren en getogen in Suriname. Ik woon al een tijdje in Nederland. Maar ik was 6 jaar oud en mijn juffrouw die in Suriname, die vertelde van dat we een bibliotheek gedoneerd kregen. Mijn school kreeg een bibliotheek gedoneerd. En mijn juffrouw die zag dat ik van lezen. Dat ik van lezen hield. Ik was altijd met mijn neus in boeken, vooral in het uurtje lezen. Want dan had je een uurtje waar je uit leesboeken ging lezen. Dat waren mijn meest plezierige uren van de school. Van school. En zij zei toen tegen mij van, Makeda, jij houdt zoveel van lezen. Weet je, we hebben een bibliotheek gedoneerd gekregen. En morgen is onze beurt om er naartoe te gaan. En ja, ik wist niet wat een bibliotheek was, dus ik vroeg van, wat is een bibliotheek? Nou, toen vertelde ze, nou, een bibliotheek is een plek waar je kunt lezen, maar je kunt er ook boeken lenen en je kunt er zelfs 2 lenen. En morgen is onze beurt om er naartoe te gaan. Nou, de dag kwam en we gingen er naartoe. En het leek alsof ik in de hemel belandde. Ik voelde me onmiddellijk thuis. En vanaf dien lees ik, vanaf mijn 6e jaar. De derde vraag is, wat voor genre boeken lees je? Ik lees graag historische fictie, non-fictie. Het is iets over die tijd wat mij zo fascineert. Ik word er gewoon warm van binnen wanneer ik een goede historische fictie tegenkom. En ik heb één auteur die... die ik heel graag, ik heb een paar, niet één, want anders zou ik die andere eigenlijk tekort doen, maar ik heb er één die ik zo graag lees. Ik ga straks over hem praten. In mijn andere video's heb ik een boekreview over hem gedaan, over zijn boeken. Dat is wel in het Engels. En ja, historische fictie, ik ben er gek op, ik ben er dol op. Vierde vraag, heb je ook andere hobby's die gerelateerd zijn aan boeken? Ja, ik schrijf heel graag. Ik heb recent mijn eerste roman afgerond en die ligt nu bij de uitgever. Ik hoop dat het uitgegeven wordt. Ik ben wel gevraagd om de rest van het verhaal op te sturen. Ik had eerst 100 pagina's opgestuurd en toen kreeg ik de vraag of ik de rest wilde opsturen. Heb ik gedaan. Ik probeer geduldig te zijn, maar als het niet uitgegeven wordt door een reguliere uitgever, dan doe ik dat zelf. Want ik heb al besloten dat ik hem zelf uitgegeven, mocht de reguliere uitgever dat niet doen. Vijfde vraag. Wat verwacht je van jouw kanaal? Ik heb weinig verwachtingen eigenlijk. Wat ik heel leuk zou vinden, is als ik andere booktubers leer kennen. In Nederland, zowel in Amerika of in Engeland. Waar dan ook. Die ook dezelfde interesse hebben. Die ook gek zijn op lezen. En die het heerlijk vinden om over boeken te praten. En hopen dat mensen willen kijken. Ja, dat is het. Dat was het. Ik hoop dat jullie mijn video leuk vinden. En ik wens jullie een hele fijne dag. Ben je ziek? Gaat het wat minder? Nou, ik wens je heel veel beterschap toe. Word gauw beter.
En voor de rest, tot ziens. Dag!